Daar zijn we weer met Gamersnet Radio, aflevering 350 maar liefst. Ons aller Leon 2.0 is aangeschoven om samen met de Brabander genaamd Dom een verse podcast op te nemen. Over games, over de week, gebeurtenissen, nieuws, commotie, chaos, ga er maar lekker voor zitten en laten deze twee boys je de oren van je hoofd praten. Wekelijks plezier. Ben je ook klaar voor een heerlijk uur? Je hoort en ziet het hier. Hou je van Xbox, PlayStation, PC of Nintendo? Het maakt niet uit, want jij bent welkom bij Gamersnet Radio. We beginnen zo. Dames en heren, we zijn zeker live. We zijn live met Gamersnet Radio, aflevering 350 maar liefst. En Leon zit tegenover mij. Mensen die de laatste tijd misschien niet veel gekeken hebben, hebben Leon ook niet zo heel veel gezien. Maar Leon is ons allerbeste... Je bent eindredactie, hè? Jazeker. Je bent gewoon eindredactie. Ja, ja. Deze kop moet je eigenlijk wel kennen als je Gamersnet een beetje volgt. Ja, maar ik ben vaker... van het geschreven woord dan op beeld. Ja, oké, maar nu alsnog op beeld en zeker, in je oordoppen. Dus kun je meeluisteren, dat is leuk. We gaan het hebben over de week in games. Luister lekker mee, dit is Gamersnet Radio. Chat mee, mail, tweet, maakt me niet uit. Welkom. We beginnen zo. Gamersnet Radio. Hè? Poepoe. Ja. Wat een week. Wat een week. Sowieso is het al een hele week als Leon aanschuift in Gamersnet Radio. Wat doe je hier op GNHQ eigenlijk? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Geen zorgen, we vragen het ons altijd af. Ik ben hier voor een videoreviewtje heen gegaan. Dus, Wacht, welke? Mogen we het al zeggen? Ik denk dat ik de naam van de game wel mag noemen, maar dat ik er verder helemaal niks over mag zeggen. Oké, okay, enlighten us, tease us. Sniper Elite 4. Dat is wel interessant. Zeker. Het is een beetje een niche game. Maar wel toch een beetje. Maar stiekem toch ook wel weer heel goed in die niche. Ja, misschien. Misschien ook niet. Ja, nou, ik bedoel op de franchise. Hè, want Pete heeft laatst ook de Zombie Army Trilogy. Ja, die heb je ook nog inderdaad. Die heeft hij laatst een keer gestreamd. En ik dacht, eigenlijk is dat ook gewoon co-op. Dat is best wel vet, ja. Maar co-op is dat best wel een... Klopt, ja. Als je Left 4 Dead leuk vindt, maar je had zoiets van... Maar het schiet best wel kut. Nou, hey. Zombie Army Trilogy. Anyway, Leon, hoe is het met de mens, Leon? De mens, Leon, die... Ja, best wel goed eigenlijk. Best wel goed. Niks te klagen, tenminste niet te veel. Maar je zegt het alsof het een verrassing was of zo. Van, oh, nou, all things considered. Maar wat speelt er in je leven? Het gaat zijn gangetje. Oké. Ja. Ik ben klaar met mijn studie, hè. Mm-hmm. Dus nu moet ik even werk hebben. En dat, ja, is een beetje kut. Maar goed, je bent altijd welkom hier. Om een minimaal loontje keihard video's te produceren. Exact. Daar maak ik graag gebruik van. Ja, nee, inderdaad. Ah, het vult de portfolio van nutteloze ervaringen zeker aan. Is ook heel belangrijk. Ja, is heel belangrijk. Heel belangrijk. In ieder geval, welkom Leon in de show. En welkom Dankjewel. Kijkers, luisteraars, de passanten.
wat je ook doet hier op het internet, luisterend naar deze stream. Ik zie ook dat er echt al best wel veel mensen aan het reageren zijn. Ja, nee, de Twitch-chat loopt langzaam vol. Dus ik zeg hoi tegen Knop, Stan, Sander, Nicky, jijzelf. Oh. Ja. Welkom in de chat, Leon. Dankjewel. Mr. Black 343. De enige echte. Ja, met een zwaard. Met een zwaardje. Met een moderator, zoals het hoort. En allerlei andere leuke mensen. Welkom allemaal. Het is alweer aflevering 350 van Gamers at Radio. Mooi aantal. Mooi rond aantal. Dat wil ook zeggen dat we binnenkort eigenlijk een soort van verplicht zijn om de Gamers at Radio marathon te doen. Dat zijn we aan onze stand verplicht. Ja, dat zijn we in de show the people need, but they do not deserve. Of zo, weet ik veel. Iets in die richting. Ik wou het meer Batman-achtig brengen. Maar goed, ik vond dit ook al best goed. Dit was, het was een goede poging. Het was een goede poging tot. A for effort. voor de mensen die het niet kennen, Games at Radio Marathon is eigenlijk één keer in het jaar of één keer per 50 afleveringen. Ja. Een 12 uur en één keer 24 uur lange stream. Dat was wel echt heel lang. Dat was, zeg maar gerust, gewoon echt te lang. Gewoon, ja. Oh, ja. Die laatste paar uurtjes. Iedereen was... Dat was bikkelen. Dat was echt bikkelen. Er zijn mensen gestorven daar. Ik kan me er ook vrij weinig meer van herinneren. Ja, dat is een dronken roes. Er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd, maar wat was het? En volgens waarom mij staat alles op internet? De helft van de tijd heb ik gewoon geslapen. Maar. Yo, ja. Nee, ik heb ook wel een aantal dutjes gedaan, geloof ik, in die 24 uur. Maar goed, er komt er binnenkort weer aan. Alleen dan waarschijnlijk 12 uur, omdat we nog steeds spijt hebben van die ene keer. 12 uur is sowieso beter. 12 uur is ook mooie iets meer tijd, te behappen. Mooie tijd. Ja, het is inderdaad beter. Leon, ik ben benieuwd. Wat heb je deze week gespeeld? Heb je iets gegamed? Ik heb dus die ene game gespeeld. Ja, maar daar mag je dan niks maar over zeggen. Maar daar ga ik helemaal niks over zeggen. Nee. Maar verder heb ik natuurlijk ook nog Overwatch gespeeld. Natuurlijk. Hoe kan dat ook anders? Inderdaad. Ben jij nog steeds hooked aan Overwatch? Nou, het komt met pieken en met dalen. Dus, maar dit is duidelijk een piek nu? Ik zit wel weer in een piekmomentje. Dat komt een beetje omdat je nu dat nieuwe event hebt. Met de Lunar New Year. Exact. Dus Year dat the is rooster. Dan een goede reden om weer te gaan spelen. Om die nieuwe loot allemaal binnen te halen. Ja, nee, inderdaad. En ja, dan ga ik toch ook weer competitive spelen. En dan pak ik dat net iets te fanatiek aan. Oh ja, en dan ga je zoutmijnen opharken. Dat wordt je nee, want, word je nee, ik ben heel goed bezig. Want ik zit echt, er is een stijgende lijn heb ik ingezet. En er is geen houden meer aan. Ik ga alleen maar omhoog. No way. Holy shit. Dat ik, is wel... ik kom van diepe dalen, maar... maar ook dit is een piek in je nou, Overwatch nee, career. Het is geen piek, want ik ga door. Ja, ga, oh ja, ik, nee. Ik ben nog niet op mijn piek. Iedereen die Overwatch speelt op PlayStation 4, Leon kalt je hier uit, hè? Leon kalt je uit van... Probeer maar eens een einde te brengen aan mijn win streak. Ja, nou ja, misschien moet ik ook weer niet te zelfverzekerd worden. Want dat wordt meestal afgestraft en dan verlies ik. Ja, pas op met je karma. Dat is wat ik... want ik heb ook wel eens heel vaak... Dan ben ik in een lekker stijgende lijn met Overwatch Competitive. En dan heb je net even een cocky momentje. En je denkt van, ja, maar dit winnen we wel. En als je... Ja, maar dat zegt. Dat is de afstraffing. En dan verlies je niet alleen dat potje. Maar nee, dan begint. Maar ook die 10 potjes erna. Ja, echt oprecht. Je mag nooit midden in een match zeggen van, we've got this. Daarom heb ik ook met mezelf afgesproken dat ik altijd stop als ik 2 krachten elkaar verlies. Want ik weet gewoon, als ik dat niet doe, dan word je gefrustreerd en dan ga je alleen maar verliezen. Ja, maar dit is wel de pro-tip tegen saltiness. Stop op je dieptepunt. Ja, precies. probeer je dieptepunt niet lager te krijgen. Ja, ik ben daar ook wel eens de fout in gegaan. Dan kun je echt heel salty worden. Maar het is goed dat je er een lid op dat hebt. Is, ja, nee, echt een hele regel heb ik ervoor ontwikkeld. Een hele theorie van... zeg maar één keer verliezen, dat is oké. Okay. Maar die tweede keer, dan komt de frustratie. Nee, oké. Okay. Ja, dat is goed dat je dat ook weet van jezelf. Ja, nee, precies. Het heeft me maanden gekost, maar ondertussen... Onderzoekers hebben bewezen dat je bij je tweede potje moet stoppen. In ieder geval jij dan. Ik speel nog wel eens samen met mensen die te salty worden. Dat ik denk van jongens, ik speel stoppen. Meestal met eentje eigenlijk. Ik vind dat wel chill. Als je dat kan, en ik denk dat op PlayStation ook wel anders is. Want op PC krijg je toch wel vaak dan in de chat wordt dan gespamd van ja, kom in voice chat jongens, want we kunnen het anders niet. En ik weet niet hoe dat is. Het op PlayStation veel voice chat? Nee, dat valt best mee. Je merkt wel zeg maar naarmate je in een hoger niveau komt dat meer mensen voice chat gebruiken. Maar je hebt ook heel vaak parties natuurlijk. Die gewoon met elkaar in een voice chat zitten. Waar je verder niks van mee krijgt. Oh ja, tuurlijk. Ja, dan krijg je dat weer. Dat lijkt me lastig. Maar ja, chat is wel... Of voice chat nou ja, wel ik doe mijn ding. En je wint toch wel. Ja, dus precies. Hey, nu dan. ik geniet ervan zolang het duurt. Ja, doe dat. Maar wat heb jij gegamed? Ik heb niet zo heel veel gegamed. Ik heb net een game gespeeld in Eindhoven. En ik weet niet of ik dat mag zeggen eigenlijk. Want het was nog een beetje onduidelijk of we dat mogen zeggen. Maar het embargo verloopt de 15e.
En dan komt er uitgebreide gameplay van Sad Game. En een preview van Sad Game. En waarschijnlijk ook een video preview van Sad Game. Maar het is aanstaande woensdag, toch? Het is aanstaande woensdag, volgens mij inderdaad. Dus kom dan allemaal naar Gamers. Kom dan allemaal naar Gamers. En de rest van de week ook. En de weet je wat? Gewoon altijd. Gewoon altijd. Ga gewoon altijd naar Gamers. Dat is altijd een goed plan. Maar verder heb ik zit midden in een verbouwing nog steeds. Of nauw afrondende. Dus ik heb verder niet heel veel kunnen gamen. Maar dat was in ieder geval... Heftig. Ja. Maar goed, we gaan snel langs wat er allemaal op de site is gebeurd de afgelopen week. Mocht je het gemist Zeker. Hebben. We hadden een hot coffee show. Een verhitte discussie over games. Worden ze sneller saai? Ricardo en Daniel spreken daarover. Want ja, dat vond ik toch ook wel een harde stelling. Van hey, games worden gewoon sneller saai. En toen kwam eigenlijk iedereen op neer. Ja, we zijn gewoon verwend. Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet gekeken. Ja. Nog niet. Nog niet, de non-believer. Maar het is inderdaad volgens mij wel gewoon, zeg maar, naarmate je meer games tot beschikking hebt, ja, dan raak je sneller op iets uitgekeken. Ja, en ook als je al een aantal games hebt waar je flink verslaafd aan bent geweest, en dan is er een andere goede game, maar daar raak je niet meteen verslingerd aan, dan verveelt dat natuurlijk sneller. Omdat je ja, van, precies. Maar een andere game had ik uren in kwijt kunnen raken en hier ben ik na 20 minuten al klaar, zeg maar. Dus dat kan. Ik heb dat zelf ook wel. Mm-hmm. Verder hadden we Gamers Net Gear over de Razer Ornata Chroma. Het is een niet mechanisch toetsenbord. Het is ook niet helemaal membraan. Het zit er een beetje tussenin. Best wel een interessant toetsenbordje. Had je ook al een review over geschreven, had toch? Ik vorige week al een review van. Deze week dus Gamers Net Gear. Waar ik vorige week nog meer een review van had, was een gaming desk van Arozzi. En daar komt volgende week, dinsdag, de Gamers Net Gear van. Kijk eens aan. Maar dan moet ik even beelden opnemen bij mij thuis. Want ik kon dat ding natuurlijk niet terug de studio inslepen, want het is 3 miljoen kilo. Dus dat wordt een hele rare Gamers Net Gear waar wij in de studio zitten, maar het product niet in de studio hebben. Ja, beetje mindfuck. Maar... En een unicum. Ja, en een unicum. Ik denk wel in Nederland. Er zullen niet heel veel video-reviews of reviews zijn van gaming desks. Wil je weten wat er gaming aan een desk kan zijn? Lees alvast de review en binnenkort ook in Gamers Net Gear. Verder hadden we een speedbeeld van de stoel die daarachter staat. De AK Racing Artica Chair. Want ja, die gaan we binnenkort ook reviewen, want we hebben meer stoelen, net als degene waar ik nu op zit. Die hebben we ook al een keer eerder gedaan. Maar goed, we doen heel veel meubels de laatste tijd, dat kan gebeuren. De laatste top 3 van de Game Awards kwam binnen. We weten nu op welke plekken, of welke games op de plekken 1, 2 en 3 zijn geëindigd voor PC, Nintendo, Xbox en PlayStation. Dus het zijn allemaal categorieën. Heel veel games. Dat zijn allemaal de toppers voor de eerste keer op deze manier. Ja. Een beetje, soms raak je een beetje het overzicht kwijt. Want je denkt, van die game stond er al. Oh nee, dat was een andere top 10. Ja, precies. Maar ik vond wel een goede top 10 over het algemeen. Ja, inderdaad. Daar ben ik het wel mee wel eens. Een paar verrassingen, maar... Nee, maar bijvoorbeeld Planet Coaster heel hoog op PC. Overwatch natuurlijk op 1 op PC. Sprak ook een beetje voor zich. Forza Horizon 3 ja, op 1 op Xbox. Ja, dat die op 1, dat vond ik best wel verrassend. Dat zag ik ook niet aankomen. En ik heb hem er as we speak bijgepakt. En ik vond het ook wel opvallend dat Rise of Tomb Raider op 3 stond bij PlayStation. Mm-hmm. Want ik was die game alweer al lang vergeten. Ja, omdat die natuurlijk ook al een keer eerder is verschenen. Precies, omdat die al verschenen is. Ja, nee, dat is inderdaad wel een beetje apart. Maar je kunt hem nakijken, de top 10. Ik hoop dat jullie allemaal gestemd hebben. Binnenkort worden natuurlijk ook de grote pakketten video's gedaan. Waarin je ziet wie er heeft gewonnen. Want het waren wel bizarre pakketten. Ja, spanning en sensatie. Verder was er e-sports nieuws. Dit is met Marcel, die we allemaal kennen. Dat is onze mooi boy. Hij bespreekt samen met Peter de week in e-sports. Beetje zoals dit, maar dan korter en eigenlijk alleen maar over e-sports. Bondiger ook vooral. Dat is eigenlijk niet echt heel erg zoals dit. Nee eigenlijk staat best wel haaks hierop. Nu ik over nadenk. Maar goed, we hadden ook nog een paar fast forwards. We spoeden door het jaar in de fast forward serie. Er was nog South Park, The Fractured But Whole, waar we deze week ook nieuws over hebben. Dus daar komt straks meer over langs. En Battalion 1944, een Eerste Wereldoorlog. Nee, sorry, Tweede Wereldoorlog game. Die een beetje doet denken aan Verdun, volgens mij, denk ik. Je hebt Verdun gereviewd. Ja, je hebt een paar van die games die nu komen ook allemaal. Die liggen allemaal een beetje in hetzelfde zelfde straatje, allemaal een beetje Tweede Wereldoorlog shooters. Allemaal op Steam, Early Access. Ja, wat dat betreft zitten ze heel erg in hetzelfde straatje. Ja, volgens mij is het gewoon omdat al die grote uitgevers er geen zin meer in hebben. Ja. Tweede Wereldoorlog shooters. En Call of Duty doet het niet, dus wij doen het ook niet. Precies. En dan zitten toch heel veel gamers erop te wachten. Dus dan denken ze van, nou, laten we het proberen via Steam Early Access. Bij Verdun is het goed uitgepakt, geloof ik. Dat was op zich best wel een leuke game. En die is toen ook naar de PlayStation gekomen. Dus die is ook wel voorbij het hele Steam Early Access gebeuren gestegen uiteindelijk. Toch mooi. Zeker. We hebben een prijsvraag. Prijs van vrijdag natuurlijk. Elke vrijdag op gamersnet.nl. We weten niet wat het is, maar het is dit keer een mystery prijsvraag. Dus kun je nog aan meedoen als je vandaag live luistert. Snel naar gamersnet.nl. Ik lees dat die geweldig is. Ik zie geweldige goodie. Het is een goodie en hij is geweldig.
Wekt hoge verwachtingen. Wekt hele hoge verwachtingen. Kan heel goed ook best wel tegenvallen. maar goed, dat is aan jou. Dat is, die verrassing is veel. Daarover volgende week meer. Ja. We hadden nog reviews van de Sims 4 vampieren. De gamepack, 20 euro. Kun je vampier zijn in Sims 4. Die kreeg een 8 van mijn vriendin. Want ik had zelf geen tijd meer. Dus ik dacht, die gaat door. Naar... Uitbesteden, heel ja, goed. Uitbesteden, ja. Ja, Tom schuift gewoon al die dingen de andere kant nee, nog. Maar ken je kwaliteiten? Ja. En je zwakke punten, dus... Mijn zwakke punt is dingen zelf doen. En mijn sterke punt is andere mensen dingen laten doen. Nou, daar heb je goed van gebruik gemaakt. Ja. We hadden natuurlijk ook nog een vlog. Laatste stukjes van Peter op Wintersport. Hele vette GoPro-beelden van Peter op de piste. Er waren livestreams. Weinig, want ik heb deze week nog niet kunnen streamen. En Daan ook nog niet. Dus alleen Peter heeft deze week livestreamen. Maar goed, we halen het in. Geen zorgen. En we hadden nog een unboxing. En die was van de MSI Vortex. En het lijkt op een futuristische prullenbak, maar nee, het ligt niet aan uw beeldscherm. Dat is een PC. Heb je hem gezien, de Vortex? Ook al niet, echt. Ik... Nee, maar heb je hem ook niet hier ergens op? Volgens mij, hij staat beneden ik in de studio. Ik weet niet wat het is. Nou, als je een soort van kleine... Het lijkt een beetje op een soort van hele futuristische prullenbak of een zo'n luchtvochtiger. Misschien heb ik hem wel gezien, maar dacht ik dan gewoon van... Hey, het is een luchtbevochtiger. Ja, van MSI. Ja, ja, precies. Wie weet. Ik dacht van, hey, MSI, ook luchtbevochtigers. Prima. Ja, tuurlijk. Ja, we sponsoren. Sponsoren ons, dus de lucht is dan vind perfecte ik prima. Vochtigheidsgraad hier. Nee, het is een mini-PC die op zich wel heel geinig eruit ziet. Maar mensen zijn er een beetje dubbel over. Zo van, ja, wel leuk dat hij zo klein is. Maar ook van, waarom ziet hij er zo uit? Nou ja, kijk de unboxing binnenkort ook in Gamers at Gear. We hebben het druk in die wekelijkse videoshow. Godskoleren. Ik denk dat we doorgaan naar het Gamers at Radio Nieuws. Want we zullen nu ongetwijfeld al enorm ver uit aan het lopen zijn. Oh, 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 live unboxing. Peter heeft hem erbij gepakt. De MSI Vortex. Met nog allerlei cijfertjes erachter. Want zo doet MSI dat. Ze hebben altijd één coole codenaam. En voor de rest zijn het heel veel cijfertjes en letters. Hij wordt er nu uitgehaald. En zie je... Nou, een live unboxing. Voor de mensen die het kunnen zien op de stream als ze meekijken met de camera erbij. Het is... Het lijkt wel, ja... Ik vind het een beetje lijken op een airfryer. ik dacht eerst dat ik met prullenbak al heel goed zat. Toen dacht ik, oh nee, luchtbevochtiger is echt de beste metafoor. Maar Leon takes home the bacon, want nee, het lijkt echt op een airfryer. Het is eigenlijk gewoon een airfryer. Maar die zijn tegenwoordig helemaal hip, dus daar hebben ze gewoon op ingespeeld bij MSI. Ik zag dat, want airfryer zei altijd, je kunt normale friet erin doen en dan wordt het alsnog gefrituurd. Maar nu is er ook airfryer friet, ligt in de vriesvakken. Dat is eigenlijk gewoon ovenfriet dus. Ja, dit denk ik het inderdaad ook, ja. Ja, nee, ik ben ervaringsdeskundige. Oh, oké. Okay. Het is gewoon ovenfriet, maar het is wel beter dan diepvriesfriet uit de airfryer. Ah, oké. Okay, okay. Het krijgt een mooi bruin kleurtje ook. Ja, want dat gebeurt in de airfryer nooit. Een normale bitterbal uit de airfryer ziet er echt zo uit. Van, ja, van ja, kroket. Dat ziet eruit alsof hij gewoon nog rauw is. Ja, precies. Maar het is wel lekker, maar het ziet er niet uit inderdaad. Het is een beetje apart. Hier heb je het. Lifehacks met je airfryer. Van Leon. Kijken of we die een keer kunnen regelen voor Gamers. Dat hier gewoon een nieuwe airfryer. Ik heb er eentje thuis staan. Ik neem hem mee. Een goeie. Moet er gewoon echt een keer een review van doen. Ik kan er uren over doorgaan over airfryers. Ja, ik ben zo mooi voor. Product. Like, comment en subscribe als je dat wil. Bij 1000 likes doen we een airfryer Gamers at Gear. Let's go. Make it happen. Make it happen. Nee, we gaan door naar het Gamers at Radio Nieuws. Ik ga denk even in de tussentijd lekker een ander deuntje opzetten. Dan nemen we even een hele korte pauze. En dan zijn we zo terug met wat er allemaal gebeurd is in de wereld der games in de afgelopen week. Ik denk, ik pak ook het deuntje van Fallout Shelter op de achtergrond. Omdat die natuurlijk ook deze week is verschenen voor Windows 10 en Xbox One. Play Anywhere! Het is een Play Anywhere mooi titel. Mooi op tijd ook. Ja, heel laat, dat wel. Maar ik ben voor, want de Fallout Shelter is al op PC verschenen, maar dan met Bethesda's eigen client. Maar die was best wel poep. Dus maar ga jij nu spelen op je Xbox? Ik wil het eigenlijk wel proberen. Om in ieder geval, nou, ik was vooral meer benieuwd naar de Windows 10 versie. Omdat je daar dus niet Bethesda's launcher voor nodig hebt. Wat ik wel fijn vind. Maar ik zag hem alweer. Ik ging naar de store om het te downloaden. En de hele store stond in één keer in zijn Frans. Toen dacht ik van, weet je wat? Laat maar zitten. Voorlopig maar even zitten. Ik hou van je Windows, maar je zuigt ballen als het aankomt op die store. Jezus. Maar goed, het was minim nieuws. Leuk voor de Xbox en PC Play Anywhere-ers onder ons. Het echte nieuws wat er toe doet deze week. Het echte nieuws. Leon, jij mag aftrappen.
We trappen af met pre-orders Nintendo Switch door GameStop geannuleerd wegens een te kleine voorraad. Bam! En nou, die titel die zegt eigenlijk alles wat het nieuwsbericht zei. Ja, het is letterlijk hetzelfde als met de NES Classic, of de Nintendo Classic Mini heet die officieel. Het is... Ja, we hebben er nog trauma's aan gewoon. Ja, en Nintendo lijkt een beetje hetzelfde te flikken. Terwijl ze 2 weken terug zei Reggie Villamy nog van, hey, geen zorgen. We hebben genoeg voorraad. Komt allemaal wel goed, jongen. Komt goed. Maar nu, ja, GameStop heeft dus... GameStop is een enorme keten. Dus je zou denken dat die er genoeg van hebben liggen. Maar die zeggen gewoon van, nee, we kappen ermee. Maar dan vraag ik me toch af. Is zeg maar gewoon het aantal pre-orders heel hoog? Of heeft Nintendo gewoon niet zoveel Switches gemaakt? Ja, want het is, met de Nintendo Classic Mini gebeurde dus ook dat ze misschien toch stiekem expres wel een beetje te weinig maken, zodat er een artificial scarcity ontstaat. Ja, maar wie heeft daar nou voordeel aan, denk ik? Nou ja, kijk, bijvoorbeeld Apple heeft dat ook heel lang gedaan. Als je je product heel exclusief maakt, wordt het wel weer meer gewild, wat over verloop van tijd... Ja, maar ja, ik denk dat het bij de NES niet echt voordelen heeft gehad. Want iedereen dacht, we kopen hem voor in Nederland Sinterklaas en in de rest van de wereld voor kerst. En als je hem daar toen nog niet kon kopen, dan denk je ook, laat maar zitten. Want ik ga hem na de kerst niet meer in huis halen. Ja, behalve dan natuurlijk de Nintendo-fans. En dat is nog steeds wel een enorm aandeel gamers. Ja, dus dat die, is ook wel weer waar. Die gaan echt elkaar kapot klauwen om uiteindelijk nog zo'n Switch te krijgen. Dus dat worden vechtpartijen op 3 maart. Yes! En wij zijn erbij. Je ziet de video's op Gamers. Ja, Nintendo Switch launch event gaat fout. 1000 likes is gaan. Maar even snel, een Nintendo Switch hype of niet bij jou? Ja, wel een beetje. Maar ik denk altijd bij iedere nieuwe Nintendo console, ik ga hem in huis halen. En ik doe het bijna nooit. En telkens toch niet. Als het puntje bij het paaltje komt, ja dan... Maar wordt mijn pre-order weer geannuleerd en dan denk ik, nou, laat maar zitten. Nee, maar puntje bij paaltje komt bij, in het geval Nintendo Switch, ook heel erg laat. Omdat het is niet een launch line-up die je meteen, bam, nee, oh, denkt mooi, van die... mooi bruggetje naar het volgende nieuwtje. Ja, de Nintendo verklaart die zwakke launch line-up. Want de Nintendo Switch gaat natuurlijk 3 maart verschijnen met welgeteld 5 launch titels, waarvan... Twee exclusief? Ja, 7 of zo in totaal, geloof ik. En Skylanders ook. Ja. En dat is toch een grote titel. Zeker, maar niet voor iemand met een hart en ziel. nee, maar ik bedoel, er zijn ook heel weinig exclusieve titels die naar de Switch komen. Nee, klopt, zeker. Echt, One Two Switch is een van de weinige echt exclusieve titels. En Snipperclips komt nog iets na de launch, maar dat is dan wel weer een exclusief, maar dat is dan weer een indie. Dus er zijn weinig grote knallers. En Nintendo maar komt ook terug. Het excuus van Nintendo daarvoor is dat ze willen zorgen dat er ook tijdens de rest van 2017 nog genoeg momentum, nieuwe titels naar de Switch komen. En dat is op zich ook wel weer een best wel goed punt, want het is ook vrij kut als je een console gekocht hebt met een paar toffe games en de rest van het jaar komt er maar niks uit. En dan zit je daar met je console en dan denk je, wat moet ik ermee? En uiteindelijk draait het hebben van een console over een verloop van een aantal jaar. En niet alleen die launch line-up. En dat zeggen ook heel veel mensen. De launch line-up maakt ook niet zo heel veel uit. Omdat, weet je, die console moet over 2 jaar nog leuk zijn. Niet over en een maand. Iedereen koopt toch Zelda bij de launch. Ja. En dan One Two Switch natuurlijk. Dat, hè? Ja, precies. En die, verder heb je geen games nodig. Nee. Ja, als je die HD Rumble stuff wil ontdekken, dan wel One Two Switch. Maar dat is echt de game waarvan iedereen zegt van, ja, als hij een tientje is, dan neem ik hem mee. Ja. Want eigenlijk had die game er gewoon bij moeten zitten, zoals Wii Sports. Dat zei ik ook al in de video preview en in de preview. En dat zegt letterlijk iedereen. Dit is de Wii Sports en de Nintendo Land van de Nintendo Switch. Maar geef hem dan ook gewoon bij de console. Maar ja, dan hadden ze nog minder games. Ja, daar heb je wel een punt, ja. Nou ja, dan hebben ze wel evenveel games, maar minder om te verkopen. Dat is wel een ding, ja. Maar goed, ja, ik snap Nintendo ook wel dat ze zeggen van, we willen het momentum over verloop van een aantal maanden rekken. En niet in één keer alles erdoor klappen. Ja, ik snap het ook wel, maar ja, het is toch ook wel weer vervelend. Ja, maar goed, nou kunnen ze op E3, is... op E3 gaan ze komen met nieuwe Metroid, nieuwe 1080 Avalanche. Oh yes, misschien wel een Pikmin 4, zou leuk zijn. Dan kunnen ze leuke dingen mee doen met de controllers. Ja, gewoon een remaster van Pikmin 3, want ze remasteren alle Wii U games. Ja, misschien ook, ja, wel een beetje. Maar goed, het is ook prima, want nu kun je hem echt meenemen. Dat is toch wel fijn. Ja, nee, dat die is sowieso vet. En oh, Splatoon 2 wordt wel echt gaaf. Splatoon 2 wordt wel echt een... Echt, maar die eerste heeft ook heel goed gedaan. Volgens mij wordt Splatoon 2 ook echt een supergroot succes. Ik denk dat het de best verkochte kindvriendelijke shooter is. Maar goed, sowieso. Daar is ook een kleine hoeveel niche. Hoeveel zijn er ook? Ja, maar goed, Nintendo is wel die niche. Die pakken ze en ze penetreren hem. Geel. Mooi.
We gaan door met minder leuk nieuws. Ja. Wederom een uitstel voor South Park The Fractured Butthole. Ja, het is ook niet de eerste keer, want hij zou eigenlijk vorig jaar december of zo uitkomen. Volgens mij oktober of november of zo al. Ja. Vrij vroeg in ieder geval, of in ieder geval nog wel zeg maar voor de feestdagen. Toen werd hij uitgesteld naar april. Eerste kwartaal van dit jaar. Ja, dus dan, ja, toen dat, hebben we gezegd... Toen zeiden ze nooit een release datum en nu is het in één keer het volgende fiscale jaar. Dus maar... dat is vanaf april tot en met maart volgend jaar. Dus dat is een vrij breed begrip. Dat is het breedste begrip. Dat is letterlijk gewoon zeggen, ergens in de komende 365 dagen. Zo'n beetje. Ja, dus als een beetje tegen zit, dan is hij er volgend jaar nog steeds niet. Maar we hadden het er net al even over. Hoe kan dat? Want die game is letterlijk, weet je, natuurlijk, er moeten wat sprites aangepast worden. Maar de engine van The Stick of Truth staat natuurlijk al. Ubisoft mag die overnemen. Matt Stone en Trey Parker werken we er weer aan mee. Dus je hebt alles klaarstaan. Nee, ik snap het ook niet zo goed. Maar ja, het wordt natuurlijk niet door dezelfde ontwikkelaar gemaakt. Nee. Dus misschien valt het toch een beetje tegen. Of, en dat was een andere theorie waar ik over nadacht, ze willen weer een net iets mooiere tie-in met de cartoon, met de serie. Want dat hebben ze met de Stick of Truth hebben ze dat ook gedaan. Mm-hmm. Dat toen die driedelige trilogie over Game of Thrones en het verschijnen van... Oh, dat was heel vet. Dat is echt een van de weinige South Park shit die ik recent nog gezien maar heb. Maar dat was uiteindelijk, de bottom line daarvan was dat soort van doorging in de game uiteindelijk. En dat was wel een mooie tie-in tussen de twee. En dat hebben ze nu nog niet met ik dat laatste Ik vind dat op zich wel een goede... Ja, misschien dat... Want Trey Parker en Matt Stone staan nog steeds wel bovenaan dat develop proces. Dus misschien dat zij wel zeggen van... Wow, we hebben in één keer een hele goede ingeving om hem weer met de serie te doen. Ja, dan moeten ze wel weer een jaar wachten. Want het laatste seizoen is pas recentelijk afgerond. Maar ze gaan niet nog echt een jaar wachten, lijkt me hoor. Nou ja, als ze daarmee wel een mooiere tie in kunnen maken. Als die game al klaar is... Ja. En dan gewoon nog een jaar laten wachten van... Hé, we wachten tot die serie nog eventjes een goede... Goed, de game speelt in op de hele superhelden-hype. Op de hele hype van Marvel en DC Comics en jalalala. Dat is volgend jaar al lang over. Nee, ik wou net zeggen, dat blijft ook wel relevant. Dat blijft voorlopig nog wel relevant. Marvel heeft een plan voor in tot en met 2030 of zo. Dus dat gaat helemaal goed komen, denk ik. DC komt alleen maar met slechte films. Ja, DC runt zichzelf de grond in het komende jaar waarschijnlijk. Oh god, Suicide Squad, wat deed je me aan? Ik vond die film ergens nog wel vet, maar het hele concept, tenminste het concept van Suicide Squad is vet, alleen het was helemaal kut uitgewerkt. Ja, en niet helemaal kut, maar wel dat je denkt van, het was zoveel meer uit te halen, je deed ik, niet. Ik had een beter script kunnen schrijven. Call je weer mensen uit, hè? Die mensen van wat is het, Warner Brothers of zo, call ze maar uit. Ga maar lekker kopje doen, Leon. Misschien niet helemaal, maar... In grote lijnen had ik een paar andere beslissingen genomen. Oké. We zien je rewrite van het script wel een keer verschijnen. Ik laat het van me horen. Ja. Zullen we even een pauze erin klappen? Laten we dat doen. Laten we zijn alweer ruim een half uur bezig. Ja, precies. Ik denk, we zitten een beetje op die middenmark. Dan gaan we heel eventjes ertussenuit. Heb je een voorkeur voor een nummertje? Ik zit even te denken... Nee, Red Dead Redemption. Want dat is een hele mooie inhaker op het volgende nieuwtje. En het mooie is dat ik hem daadwerkelijk ook gewoon snel gevonden heb. Dat gebeurt nooit. Het is altijd zo van, leuk dat je die noemt, maar die kan ik niet vinden. Staat niet op de kaart. Maar goed, ik heb hem hier voor je. Dus perfecte tie-in, perfecte bruggetje. We gaan luisteren naar Hans Otjes met Red Dead Redemption. En dan zijn we zo weer terug. Stay tuned. Leon en Tom, we'll get back to you. Stay classy. Ik zeg oe. Ik zeg a. Ik zeg oe. Oe. Red Dead Redemption, waar je het Wilde Westen beleeft. Red Dead Redemption, waar je met je paard overleeft. Je kunt gaan en staan, waar je maar wilt. Het maakt niet uit waar of wat, of wie je maar kilt. Red Dead Redemption geeft je vrijheid op de grote prairie. En als je nou wil jagen, of chillen, of...
het land. Of schieten op een vreemde, er is hier niets aan de hand. Hey, oeh, oeh, oeh. Red Dead Redemption is gewoon wild. Zing ik oeh, oeh, oeh. Red Dead Redemption is gewoon wild. Red Dead Redemption, waar je zelf je keuzes in maakt. Red Dead Redemption, waar je oorlog of vrede bewaakt. Soms word je gezocht, soms word je geliefd. Zolang je mensen die je haat maar snel doorklieft. Red Dead Redemption geeft je vrijheid op de grote, grote prairie. Als je nou wilt jagen of chillen op het land. Of schieten op een vreemde, er is hier niets aan de hand. Zing ik oeh, oeh, oeh. Red Dead Redemption is gewoon wild. Zing ik oeh, oeh, oeh. Red Dead Redemption is gewoon wild. Ik kijk over de prairie. Van mij zie ik een bende bandieten. Ik besluit ze één voor één af te maken, te doorklieven met mijn mes, te schieten met mijn gun. En ik besluit weer naar huis te gaan. Ik zet een kampje op, steek een vuurtje aan en ik geniet. Zing ik oeh, oeh, oeh. Red Dead Redemption is gewoon wild. Zing ik oeh. Red Dead Redemption is gewoon wild. Zing ik oeh, oh oh. Red Dead Redemption is gewoon wild. Zing ik oeh, oeh oeh. Red Dead Redemption is gewoon wild. Zing ik oeh, oh oh. Red Dead Redemption is gewoon wild. Zing ik oeh, oeh oeh. Red Dead Redemption is gewoon wild. Zing ik oeh. Ik vind het nummer echt gewoon te relaxed. Ik wou net zeggen, we blijven gewoon nog even luisteren. Waar is het van? Dat echt iedereen die hier komt zitten als ik host, echt iedereen vraagt dat. En ik zeg altijd vol trots, Forza Horizon 2. Een heerlijke muziek. Echt, echt heel lekker inderdaad, ja. Ik zou dit vaker gewoon op de achtergrond van normale streams moeten draaien. Het is echt een heel fijn achtergrondteuntje. Het is echt heel chill. Maar goed, Red Dead Redemption, het nummer van Hans Otjes, sloeg natuurlijk aan op het volgende nieuwtje. Maar binnenkort een nieuwtje over Forza Horizon 2. Echt in de komende 10 minuten of zo. Dus ik dacht, nog een tie-in. Heel actueel. We zitten vol met tie-ins en actualiteiten. Bruggetjes. Echt geweldig. We gaan heel lekker. We gaan een brug te ver. zo slecht dit. Red Dead Redemption 2. Ja, die komt eraan natuurlijk. Wauw. Wacht, wanneer ook alweer? Dat is onbekend. Ja, eind dit jaar. Is dat echt een ding? Ze hebben wel gezegd... Volgens mij is dat meer dat hopen we allemaal. Hebben ze dat niet in het eind van die trailer of die teaser, dat ze ook wel even iets zeiden van... Alleen het jaar. Oké, maar dan gaan we uit van het jaar. Van eind van het jaar. Dus hij zou ook zomaar volgende week kunnen verschijnen. Dat ze een Bethesda-tje trekken met Fallout 4. Dat ze gewoon op de E3 even langskomen. Zo, maar, Rockstar week... komt nooit op E3. Nee, dat is inderdaad... Ze gaan natuurlijk naar Gamescom. Nee. Nee, ze zijn op E3 natuurlijk met de Sony-persconferentie. In de Sony-persconferentie. Met Agent. Nee. Was zo'n daverend succes. Ja, dus ook vet. Ook vet idee, maar nooit ervan gekomen. Nee, maar in de Sony-persconferentie kwamen ze toch met de onthulling van... GTA 5 Next Gen. De onthulling van... Ik geloof je. Ja, dat is alles.
Dus ik, nee, het hoeft niet waar te zijn. Zolang jij me maar gelooft, kan ik hiermee door. Het is allemaal nepnieuws. Fake news. So sad. So sad. Total losers. Rockstars. Nee, maar ja. Hij komt dit jaar. En hij krijgt ook een online gedeelte natuurlijk. GTA, of wat zeg ik? Red Dead Redemption 2 online. Net exact. Als GTA 5 GTA online had. En die twee gaan niet met elkaar concurreren. Maar dat is wel de angst van investeerders. En dat snap ik ook wel. Want GTA heeft gewoon in 2016... heeft GTA 5 meer verkocht dan in 2015. Ja. Dat is bizar. Iedereen die een nieuwe console koopt, koopt GTA 5. Ja, maar ook op PC en ook... Het is natuurlijk ook nog steeds zo'n grote game. In ieder geval de GTA Online is nog zo groot op Twitch, op YouTube. Het is echt bizar. Alle mods en zo die ervoor verschijnen. Dus het is ook wel ergens logisch. Maar ik vind het ook zo gek dat Rockstar zegt van... GTA Online en Red Dead Redemption Online gaan niet met elkaar concurreren. Terwijl je weet dat een deel zeker... tijdelijk over gaat lopen. Ja, ik vraag me af of iedereen die GTA koopt Red Dead gaat kopen. Volgens mij is GTA wel een grotere naam, zeg maar. Ja, maar Rockstar als merk is ook groot. Maar iedereen denkt inderdaad, hé, dat is van de GTA-ontwikkelaar, dus hé, het is dus goed. We gaan straks met CJ over de prairie en dan gewoon je gun side, weet je, bam, bam, bam. Ik zou het vet vinden. All you had to do is catch the goddamn train, CJ. Maar eerlijk, het wordt sowieso heel vet. Het wordt ongekend vet. Tenminste... Rockstar is een van die weinige bedrijven waar je bijna altijd wel uit kunt gaan van awesomeheid. Maar ik moet wel zeggen, ik denk meer dat Rockstar dit gewoon zegt voor ja, tuurlijk. Maar... Ze gaan niet concurreren. Nee hoor, geen zorgen, wink wink, nudge nudge. Maar want het is ook niet alsof ze gaan zeggen van ja, als we Red Dead Redemption 2 uitbrengen, koopt niemand meer GTA. Geen zorgen, stockholders. Nee, kom maar allemaal goed. Ons hele werk gaat weg. Ja. Nee, ja, maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat zijn, Red Dead Redemption 2 Online. Want ik neem aan dat ze wel een aantal dingen uit GTA Online mee gaan nemen. Ja. Shark cards, het natuurlijk hebben van je eigen pandje waarbij je wat dingen kan customizen. Wat als je nou gewoon een eigen dorpje kan maken? Nee. Ja, met je gang. Ja, maar dat gaat toch niet online? Kun je toch niet allemaal... Ja, sure, natuurlijk, je hebt wel die biker gangs. Want in het Wilde Westen heb je veel kleinere dorpjes. Ja, oké, dat zou inderdaad wel kunnen. Dat je gewoon één dorpje claimt met je gang. Ja. Terroriseert. Nee, de rest terroriseert. Ja, en dan wel dat je... Oh, dat je gewoon in je eigen saloon thuis kan komen. Ja. En daar dan een prostituee en daar meenemen. Kan pokeren. Ja, oh boy, ik was helemaal vergeten al die bordspellen en zo van Red. Ja, en in je vinger eraf hakken. Oh, Liar's Dice en zo. Oh ja, dat was ik helemaal vergeten. Dat wordt zo awesome. Ik wil gewoon een kampvuurtje creëren ergens met vrienden. En dan gewoon gaan jagen of zo. Lijkt me vet. Ja, ik heb er zin in. Ja, ik ook. Maar goed, dat niet concurreren, dat... We zullen dat nog wel eens zien, Rockstar. Ja. maar misschien krijgen we Red Dead dus wel te zien op de E3. Ja, grote kans. Mooi bruggetje. ik gooi hem er maar in. Ja, nee, goed. We zijn lekker op dreef met bruggetjes. Dus ik vind deze helemaal mooi. Want ja, de E3 2017. Kogel is door de kerk. De ja. E3 2017. De E3 gaat eindelijk open voor consumenten. Voor het grote publiek. Nou ja, je moet er wel wat geld voor over hebben om erheen te kunnen. Jezus, early bird... Tickets kosten $150. Daar kun je al meteen de hele Gamescom van attenden, zeg maar. En als je niet in die early bird badge zit, $250. Schamele $250. $250, bizar. Ja, daar kan je een hoop ander leuks voor doen in... In LA zijn in er LA. Genoeg stripclubs. Je kan waar... ook eventjes dan een ticket boeken naar Las Vegas. Kan ook voor dat geld. Dat zou serieus kunnen. En dan kan je geld investeren en dan zie je het allemaal terugkomen. We moeten mee oppassen. Hè? We zijn Twitch partner. Als je gokken gaat promoten, dan schijn je weer... Oh nee, maar gokken is slecht. Toen ik in Las Vegas was, raakte ik al mijn geld kwijt. Ja, precies. Hungover. Echt, dat was vreselijk. Ja, nee, kan echt niet. Maar goed, E3, ja, wel open voor het publiek binnenkort. Ik ben benieuwd... Ja, zeg maar ook sceptisch. Ik ben sceptisch. Maar het ligt er ook een beetje aan met welke bril je hier naar kijkt. Hè? Mm. Vanuit de persbril... Is dit gewoon met kut. De perspet, met de perspet op is dit kut. Is dit helemaal kut natuurlijk. Want dan heb je in één keer allemaal van die rare mensen die ook rondlopen. Ja. Sociale interactie. Gadverdamme. Helemaal geen zin in. Nee, maar oprecht.
voor de mensen die niet weten, E3 is de grootste beurs die niet voor consumenten is. En nu lijken ze duidelijk toch weer terug te willen naar gewoon de grootste beurs zijn. Ja. Door ook gewoon consumenten toe te laten. Maar de E3 is altijd als een businessbeurs opgesteld. Waar je als pers langskomt. Je hebt ook altijd best wel gewoon een druk programma en zo. Ja, en op Gamescom hebben wij het ook druk. Maar op Gamescom heb je nog een hele duidelijke scheiding van deze hallen zijn voor het publiek en deze hallen zijn voor de pers. Waar of geen publiek kan komen. Stroopkonijn in de chat zegt voor het plebs. Ja, nou ja. Dat is, plebs, zo is het ook. Zo voelt het op Gamescom wel. Als je van de persruimte door al het plebs naar de pershallen loopt, of de businesshallen, dan heb je zoiets van, dit is allemaal plebs en ik ben beter. Wat doen jullie hier? Wat doen jullie hier op mijn terrein? Echt, hè? Laat me er door. Ja, laat. Als Mozes splijt je de zee van plebs in twee. Maar dat gaat op E3 wel heel apart worden, want die hebben nooit... Ja, het vermoeden van heel veel mensen is dat inderdaad gewoon de hele beurs voor consumenten is, maar dat heel veel partijen veel meer naar de meeting rooms trekken. Mm-hmm. Dus dat ze hun beursboef op de grote vloer gewoon rijen met mensen toestaan, maar de afspraken die wij normaal op die boef zouden hebben, dat we die nou gewoon in saaie meeting rooms boven het terrein hebben. Dat is het grote vermoeden. Je hebt natuurlijk alsnog een perspas als pers, dus dat je bepaalde speelsessies alleen met je perspas kan doen. Ja, en er zal alsnog wel heel veel ook op afspraken gaan, dus er is waarschijnlijk... Heel veel boeven zullen waarschijnlijk een tweedeling krijgen. Ik denk dat het best wel tegenvalt als je als consument heen gaat, dat je heel veel vette shit weer net kan doen. Je moet niet verwachten dat nu je er als consument kan komen, dat je alle games gaat checken die een gemiddeld perslid gaat checken. Dat je in één keer Red Dead, Star Wars, Battlefront 2, al die dingen kan gaan spelen. Daar moet je dan alsnog waarschijnlijk voor in de rij staan, langer dan de dag lang is. En heel veel exclusieve dingen ga je gewoon niet zien, omdat ze natuurlijk, die bedrijven willen ook wat exclusiviteit voor de pers houden. Dat zie je op Gamescom ook. Vaak is een game daar wel op de boef speelbaar. Ja, maar zie je weer twee verschillende demo's vaak. Ja, inderdaad. Een behind the scenes of behind closed doors demo. En iets wat gewoon lekker op de beurs te spelen is. Wat dan vaak ook al in beta draait bij iedereen thuis. Dat is een non-ding. Ja. Maar voor consumenten die $250 te besteden hebben, is best leuk. Ja, nee, op zich. Als je een gamefanaat bent, je hebt altijd al een keer naar E3 gewild, dan is nu wel... En je bent toevallig toch in Los Angeles. Ja, want voor de gemiddelde Nederlander is het dan dus zoveel €100 voor een vliegticket. En dan nog eens een keer die €2,50 erbij. Yeah. En als je dan toch naar de VS gaat, kan je ook beter andere steden pakken dan Los Angeles. Ja, tenzij je iets hebt met de Red Hot Chili Peppers of hip-hop of zo. Dan is Los Angeles... Of met het strand. Of met... Ja. Santa Monica Beach. Mooi spul. En je kunt overal van zeggen, hey, GTA 5. Ben ik geweest, kan je wel zeggen. Ja, dus, dat is wel een ding. We hadden in de vlog, laatste keer in LA, Peter en ik, vonden wij in één keer, we waren gewoon aan het lopen. En ik was zo, hey, dit is mijn huis in GTA. En hij zo, hey, dat is ook die van mij. En dat is echt letterlijk, en we hebben nog foto's gemaakt en gevlogd van, hè, dit is precies ik had waar beetje wij wonen. Omgekeerd. Ik liep in GTA rond en ik dacht, hey, hier ben ik geweest. Dit is mijn hotel. Dacht je toen van. Ja, dat is best vet. Ja, dat doet Rockstar heel goed. Dus dat hopen we ook in Red Dead Redemption 2 straks te zien. Dat je denkt, hey, die saloon, dat was ik ook. Ja, wie weet. ik zit nu heel hard na te denken over een bruggetje, maar het gaat niet meer lukken. Ja, Nee, ik heb helemaal niks. Dan gaan we het maar gewoon over The Legend of Zelda hebben. Ja. Breath of the Wild is goud. In die zwakke launch line-up van de Switch. En natuurlijk is ook het, op de Wii U. Is het toch wel fijn dat er in ieder geval nog één grote titel... Wel verschijnt. Wel verschijnt. Ja. Breath of the Wild gaat 3 maart. Is hij dus goud gegaan. Dus hij verschijnt geheid tegelijkertijd met de Nintendo Switch. Wat wel zo mooi is. Het zou een beetje scheef zijn als je 3 maart de Switch hebt. Yes! Maar ik moet nog 2 helemaal dagen wachten. Helemaal los met de 1-2-Switch. Ga helemaal los. Dat je 1-2-Switch als een soort van... Dat zou wel een hele goede verkoopstrategie zijn. Dat ze 1-2-Switch als een soort van verzachtende pijn. Gewoon pijnverzachter. Ik denk in dat de nu Nintendo dit hoort, dat ze de Legend of Zelda uit gaan stellen. Nee, toch niet goud. Hij gaat terug naar zilver. Oh, maar 1-2-Switch is wel 10% sorry, korting. Sorry, we zeiden hij was goud, maar nee, foutje. Haha, doei. Je hebt verkeerd vertaald. Verkeerd, dat kunnen ze wel heel vaak flikken. Mij is wel leuk voor de mensen die The Legend of Zelda kunnen waarderen. Dat is goed nieuws. Het is heel goed nieuws. En ook voor Wii U-bezitters natuurlijk. Ja, uiteraard. Want ik wil niet heel veel zeggen, maar ik heb het idee dat hij beter draait op Wii U dan op Switch. Beter draait ook, hè? Ja. Dat is best wel heftig. De demo was out, die we te zien kregen op de Nintendo Switch. Maar de demo is bij mij op de Nintendo Switch 2 keer gecrashed.
met ja, ook, en als hij het wel deed, ook vreemd erop. Ondertussen zijn we weer een paar weken verder. Ja, dan mag ik hopen dat die optimalisatie beter is. Maar ja, het was gewoon een oude beeld. Het was, ook een oude, het was een oude beeld van E3, daar niet van. Dus de beeld was waarschijnlijk meer gebouwd op de Wii U en draaide nu op de Switch. Maar toch, het doet niet goed dat Nintendo 1 al van die 60 frames per seconde regel afstapt. En dat hij dan ook niet eens die 30 kan behouden. Ja. Maar Nintendo heeft nu een hele online nieuwe dingen, dus ze kunnen straks ook patches uitbrengen en al die dingen. Gaat helemaal goed komen. Gaat, ja, kan. Nintendo is niet het beste geweest met online services, maar oké. We kunnen ze het voordeel van de twijfel. Laten we voor de launch in ieder geval nog een beetje vertrouwen houden. Ja. Nintendo. Je kan het. You can do this. Believe in yourself. Zo vet als Reggie Filsomino dit kijkt en denkt... Oh, Hij kijkt dit altijd. Ja, Reggie kijkt altijd. Ik heb dit gehoord. mensen. Van mensen. People. Ask people. Very important people. It's the best Dutch gaming podcast. It's the best. It truly is. Sowieso. Gamer.nl podcast. It's shit. Losers. Total losers. Embarrassment. Call them out. Iemand tweet dit naar Gamer. Huh? We callen ze uit. Oh man. We gaan een Trump of doen. Straks gaan zij dit ook doen. Hmm? Straks gaan zij ja, dit dat hun de volgende... Ja, dat ze terugkomen voor ons. We gaan viraal. We gaan viraal! Ik voel het. We doen een Arjen Lubachje op onze... Wij zijn erbij. We zijn erbij. Hoe mooi is dit? Yes! Eindelijk, viraliteit. Yes, eindelijk. We gaan beroemd worden. Ja. Even om terug te komen op het deuntje wat je nu op de achtergrond hoort. Ja. Wat is daarmee, Tom? Dat is dus van Forza Horizon 2. En waarom zeg je dit? Nou, omdat de makers van Forza Horizon 2 en 3 en 1 overigens ook... Playground Games zijn bezig met een niet-racing game. Dus ja, de gasten die. Dat is best wel interessant. Dat is heel apart. Want je zou denken, na het succes van Forza Horizon 2 en Forza Horizon 3, zet Microsoft die gasten als de wiedeweert aan Forza Horizon 4. Maar die komt er ook wel. Die zal ongetwijfeld ook wel komen. Microsoft ziet ook Forza Horizon 3 is nummer 1 bij de Gamers at Game Awards. Ja, dan. Phil Spencer is iets van: godverdomme. Daar zit goud dan in. Vroeg of laat komt er dan een deel 4. Ja, is, uiteraard. Dat kan niet anders. Nee, maar Forza Horizon 3 en 2 trouwens ook waren ook fantastische games. Maar dit is wel iets heel anders waarschijnlijk voor Playground Games. Dit is wel een heel, heel andere effort in één maar keer. Ik kan me ook wel voorstellen dat je als je zeg maar 3 keer een race game hebt gemaakt, dat je dan denkt van, ook wel eens wat anders. Vooral ook als je de race game niet helemaal maakt, maar heel veel assets leent van je grote broertje. Want het is inderdaad natuurlijk, het is eigenlijk gewoon een spin-off. Van Forza Motorsport. Van Forza Motorsport. En ze gebruiken de physics, ze gebruiken de, of in ieder geval de basis van de physics, ze gebruiken alle assets die Turn 10 maakt. Ze co-produceren die game ook eigenlijk natuurlijk. Ja maar, precies. Maar het is natuurlijk om en om een nieuwe motorsport en een nieuwe Horizon. Horizon. Ik kan me best wel voorstellen dat Forza Horizon 4 ook zonder Playground Games kan. Dat ze gewoon Turn 10 daarop zetten. Dat ze zeggen van ja, jongens... Ja, maar Turn 10 heeft natuurlijk... De basis van die game. Ja, maar die heeft natuurlijk... Die besteedt tijd dan alweer aan de volgende Forza Motorsport. Ik denk dat ze er best wel... Misschien dat ze prioriteiten gaan switchen. Nu ze zien dat Forza Horizon 3 ook wel beter verkoopt dan een Forza Motorsport. I don't know, maar in ieder geval is het zeg maar vanuit Microsoft perspectief ook wel weer logisch, want de laatste tijd loopt het niet helemaal even lekker met alle exclusives. Nee, Skillbound was shut down, Recore was een beetje moi, Crackdown. Dat is nog altijd een groot raadsel. Wat daarmee aan de hand is. Maar Phil Spencer heeft hem gespeeld en hij vond het geweldig. Ja, dus, ja. Wij van WC 1. Kijk, ik vertrouw Phil, ik vind Phil een fijne kerel. Maar nee, weet je wel. We hebben niks gezien van Crackdown. 3 jaar geleden of zo. 2,5 jaar geleden hebben ze hem onthuld. En op Gamescom 2 jaar terug was er een soort van launch. Of in ieder geval bij de persconferentie die ze toen nog deden op Gamescom was er een soort van Crackdown launch. Maar er was niks speelbaar, geen gameplaybeelden, niks te zien. En dat is het laatste wat ik ooit heb gezien van die game. Is een neon logo boven de bar. Maar hij is nog in ontwikkeling. Ik mag het hopen. Hij komt er ooit een keer. En ooit op een dag. Misschien maakt Playground Games wel gewoon Crackdown 4. Wow. Nou ja, dat... Nee, dat lijkt me sterk. Maar goed. Ze zijn wel bezig met iets wat niet een race iets, game het is. Dat, ze noemen het voorlopig Project 2. Misschien wordt het wel een shooter. Ik zou een soort van arcade, online, free roam, sandbox... Misschien shooter. Wel een Overwatch-achtige shooter. Oh, want dat is nou niet compleet uitgemolken. Nee, dit is mijn bruggetje. Oh! 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 Jezus.
Scherp. Ja. Ja, we gaan door naar Overwatch, jongens. Jezus, we vliegen er doorheen op deze manier. Serverbrowsing komt naar Overwatch. Niet op PlayStation 4 voorlopig, ook niet op Xbox One, maar nee, op PC. Nee, maar wel voor PC. Ja, Jeff Kaplan, ons allereigen Jeff Kaplan van het Overwatch Dev Team, heeft laten weten, in een ook een hele mooie update heeft hij ervan gemaakt, developers update, dat serverbrowsing er naartoe komt. En hij vergeleek ik met vroeger. Weet je nog vroeger? Toen wij nog klein waren. Toen wij online games speelden vroeger. Op de PC. Op de PC. Toen moest je gewoon een server browsen. Ja, en dan ging je gewoon altijd naar dezelfde server. Zolang die nog live was en gratis. En niet en dan, vol. Dan kende je mensen daar. Dan zag je, hé, die naam, die heb ik de vorige keer, heeft hij me ook helemaal de tyfus ingeschoten. Ja, dus die gaan we goed teamen. Dus nu ga ik in zijn team zitten. Slim. Maar ik ben wel heel benieuwd. Serverbrowsing. Lijkt mij op zich wel fijn dat we binnenkort misschien gewoon een gamersnet servertje kunnen hebben. Dus dat je gewoon in Overwatch Gamersnet zoekt en dan kom je op ons servertje waar we onze regels hebben. En dat wil zeggen dat ik altijd win. Oh man, ik heb in een keer trauma's aan Call of Duty. Wat, met serverbrowsing? Ja, nee, zeg maar meer server mensen die de baas waren van de server. En die dan dachten van, oh, admin tools. Hey, wacht. Ik heb iemand heel vaak neergeschoten met al mijn killstreaks en toen werd ik ineens geband van de server waar ik altijd speelde. Oh. Dat deed me pijn, want ik zat in mijn chopper en toen werd ik geband. Ik was zo blij dat ik eindelijk die chopper had. Stel als je dat... Nuke, eindelijk een nuke, weet je wel. En dan... Zeg maar, je kan hem lanceren en dan geband. Prepare for nuclear impact en dan ban. Ja. Ja, dat ga ik jou ook aandoen als je Overwatch je PC koopt. Ik blijf lekker op de PlayStation 4 spelen. Maar op mijn PlayStation 4 speel ik toch gewoon met muis en toetsenbord. Ja, met de HoriTac Pro kun je zien in Games That Gear. En dat weer een fantastisch bruggetje van Leon naar Kaplan. Wederom Jeff Kaplan. Die zegt, ik wil op de consoles geen muis en toetsenbord meer zien. En dan denk je, ik snap hem wel. Ja, tuurlijk. Je hebt een gigantisch voordeel. Ja, nou ja, ik kon niet zo goed met die HoriTac Pro met Overwatch overweg. Maar ik merkte wel in Rainbow Six Siege dan. Dat je wel echt een ziek voordeel hebt. Want je bent met de muis gewoon preciezer dan met een controller. En je kunt sneller een 180 graden draai maken. Ja, precies. Als je muis en toetsenbord hebt en je krijgt de console aim assist erbij, dan ben je ja, dat is, je golden. Dat is best wel ziek. Maar het is natuurlijk heel lastig om voor zo'n voor Blizzard om te zorgen dat mensen niet hun muis en toetsenbord kunnen gebruiken. Het is ook moeilijk te detecteren. Het is bijna niet te detecteren, omdat... Die HoriTac Pro, die doet ze die zeg maar doet alsof die een controller is. Hij emuleert een controller aan de hand van jouw keyboard en mouse input. En wil je alles weten over die HoriTac Pro, check even Gamers at Gear. Leon heeft er ook een review van gedaan. En de bottom line is, het is een heel apart stukje tech. Ja. Maar je kunt in sommige games dus echt een gigantisch voordeel hebben, omdat iedereen met een controller speelt. Je moet er echt mee leren omgaan. Ja. Maar als je die moeite doet, dan kan je er in sommige shooters echt een gigantisch voordeel aan halen. Ja, en ik voelde me altijd een beetje schuldig als ik hem gebruikte in Rainbow Six Siege online. Jij iedereen neerknallen, hacken. Ja, maar ik dacht van, hey, zo goed ben ik helemaal niet, maar ik schiet toch iedereen neer. Ik verdien dit niet! Bam, bam, headshot. Tranen liepen over mijn wangen toen ik het speelde. Van blijdschap. Eindelijk kills. Enerzijds blijdschap, anderzijds... plaatsvervangende schaamte. Ja. Ja, het is ook eigenlijk best wel apart dat... Want het is gewoon PlayStation licensed, hè? Ja, dat vind ik het raar, dat inderdaad. Is echt tijdens apart. De PlayStation 3-tijd had je ook al wel zulke dingen, maar dat was allemaal niet officieel. Maar nu heeft inderdaad Sony gezegd van, hey, we doen eens gek, we licenseren het. Ze licenseren tegenwoordig alles, Sony. Of in ieder geval veel meer dan voorheen. Ook net als die Nacon Pro Revolution controller. Onlangs in de Games at Gear geweest. Ook onlangs in Games at Gear geweest. Er komt nog een review aan van Daniel. Maar dat is dus ook een controller die veel preciezer ingesteld kan worden. En dat is gewoon official licensed. Ja, nou zou die controller in Overwatch geen probleem zijn. Maar Kaplan zegt wel, of geeft in ieder geval wel aan van... Ja, maar... Aan Sony... Kunnen jullie dit alsjeblieft niet meer allemaal licenseren? Het is wel een ding, zeg maar, tegenwoordig. Vroeger bij je PlayStation 3 of PlayStation 2, dan was... Je wist gewoon, zeg maar, we hebben allemaal dezelfde console. En we hebben allemaal dezelfde controller. Ja, of een kut third-party controller. Of een third-party die altijd kutter is. Die altijd stroef wordt en zaadvlekken en wat. Je hebt een PlayStation en een PlayStation Pro, dan heb je alweer voordeel. Ja. Ja, qua en dan resolutie. Dan heb je in één keer ook weer een betere controller. Je wordt wel op een achterstand gezet. Ja, die waar console gamers niet aan gewend zijn. Ook sowieso. Ja, nee, bij PC heb je dat sowieso. Altijd al. Ja. En dan had je ook weer van die mensen die zetten de settings expres op zijn laagst. Zodat je weer voordelen had. Omdat je dan bijvoorbeeld
minder last had van roken en zo. Ik weet. Ik weet bijvoorbeeld wel bij Bad Company, toen had ik echt een brakke, Bad Company 2, had ik een brakke PC. Maar dan zie jij alle en snipers, dan, omdat de bosjes niet gerenderd worden. Zeg maar, de boom, een boom die werd niet helemaal gerenderd, die werd veel smaller gerenderd op mijn scherm, dan op, dan zeg maar, als ik dichtbij kwam, dan werd die in één keer groter. Dus dan zag ik mensen achter die boom zitten en dan wist ik dat ze er waren. Dat was echt terwijl op geweldig. Ja, ik had in één keer zoveel kills. Dan kun je, als je sniper speelt, zet alles op zijn laagst, dan zie je die mensen alleen maar makkelijker natuurlijk. Ja. Dus ja, dat is, nou, is eigenlijk wel heel scheef. Maar ik geloof dat tegenwoordig in games best wel goed erover nagedacht wordt. Hetzelfde ook met Overwatch op PC. Als jij een 21:9 verhouding beeldscherm hebt. Jij mag nu wel je brede scherm compleet gebruiken, maar je field of view wordt kleiner. Dus niet dat jij met een breder scherm meer ziet. Je hebt er niet echt de voordelen aan, inderdaad. Nee, je ziet nog steeds net zoveel, alleen wel verspreid over je bredere beeldscherm. Dus dat is, op zich counteren ze dat tegenwoordig wel netjes. Je kunt niet met een aantal instellingen tweaken in één keer, weet je, dat je mensen door muren heen ziet of sneller dan andere mensen dat zou kunnen. Maar goed, desalniettemin, Bad Company was een fucking fantastisch spel. Echt, hè? Echt waar. Laatste nieuwtje. Ja. Over iets waar ik niks van weet. Niks van weet. Het is Fire Emblem Heroes. Heeft $5 miljoen opgehaald. Het is eigenlijk de volgende Nintendo mobiele game. Ja, we Nintendo hebben natuurlijk is eigenlijk helemaal los gegaan. Ze zeiden, wat, een jaar geleden? Van, hey, wij gaan mobiele games doen. En nu zijn ze best wel lekker op dreef. Ja, het begon natuurlijk met Miitomo. Eerst Miitomo. Dat was nog niet zo heel erg ding. In het begin was iedereen hyped, want hey, Nintendo doet iets op en mobiel. Het was leuk voor een maandje. Ik heb het nooit gedaan. Dus daarom zeg ik ook dat het niks is. Journalistieke mening. Research gedaan. Ja, ik ken het niet. Is kut. Ja, nee, zo werkt dat. Ja. En Pokémon Go, dat was toen, ja, Jezus. Dat is bizar. Dat slaat helemaal nergens op meer op. Als je dat hebt gemist, dan heb je echt onder een steen geleefd. Of onder een Geodude. Zo slecht. Akeo op de achtergrond. Akeo vond het heel leuk. Ja. Toen kwam Super Mario Run. Iets problematischer, omdat dan natuurlijk, je moest er in één keer $10. En dat is voor een game niet veel, maar op mobiel is het super duur. Als het ook letterlijk maar één of twee knoppen is. Dat is eigenlijk alsof een console game in één keer €500 kost of zo. En dat je dan alsnog na 8 uur klaar ermee bent. Ja. Of dat het vol zit met microtransacties. Dus dat zou zo'nzelfde ding zijn, ja. Ja, precies. Maar dat schijnt verder best wel een oké game te zijn. Ik weet verder niks van, want ik heb een Android-telefoon. Daar moet hij ook nog op verschijnen binnenkort, hoor. Klopt. Ja. Ik zag alleen wel dat de populariteit van Super Mario Run ook weer helemaal ingekakt was. Heel veel mensen die hebben natuurlijk die eerste paar gratis levels gedownload. Het een 2 gegeven, omdat ze toen ontdekten, ik moet er meer voor betalen. Dus toen maaiden ze hem uit. Ja, op zich. Maar nu heb je dan dus Fire Emblem Heroes. Ja, en daarover hebben we al veel nieuws gecoverd. Onze Ricardo, die hier op de achtergrond zit. Die is de enige van de redactie die er wat van weet. Ja, maar hij speelt het ook veel. En het komt ook morgen langs in Goeie Vrek. Want Goeie Vrek gaat deze week namelijk over games die je zowel lief hebt als de grond in wil duwen. En voor Ricardo is dat Fire Emblem Heroes. Omdat het is een hele goede mobiele game. Maar dat is en blijft een mobiele game. Die gewoon, waarin je gewoon weer uren. Met al zijn limitaties. En clichés. Van je moet of heel veel geluk hebben of het oneindig lang spelen. Of gewoon lappen. Je portemonnee trekken. En dat doen genoeg mensen. Want schijnbaar. De game heeft $5 miljoen. Nou, dus, of een waarde. Nou, in ieder geval $5 miljoen. De mobiele game is al zeker meer dan 2 miljoen keer gedownload. En er wordt wel gezegd dat het een waarde van $5 miljoen heeft binnengesleept. Nou, dus dat is toch mooi. Ik neem aan dat een waarde van $5 miljoen ongeveer betekent $5 miljoen. Ik denk $5 miljoen. Ongeveer om en nabij $5 miljoen. Misschien een tikje, onsje meer of minder. Maar $5 miljoen. Ja, grofweg. Dus ik denk dat Nintendo's strategie zijn vruchten afwerpt. Ja. Niet alle hardcore gamers zullen even pleased zijn met Nintendo's aanpak van mobiel. Het is natuurlijk niet alsof Nintendo, alsof het ten koste gaat van andere dingen. Amper. Ik bedoel, zoiets als Pokémon Go, dat is gewoon door een andere studio. Ja, dat is Niantic natuurlijk. Maar goed, Super Mario Run en Fire Emblem Heroes komen dan wel iets meer vanuit native Nintendo. Ja, maar ik betwijfel of dat echt studio's zijn die anders. Dat zou niet een hap nemen uit de nieuwe Fire Metroid, Emblem Wars. Nee. Anders was het een launch game geweest voor de Switch. Nee, maar ik zit ook te denken, de laatste Metroid game was Metroid Prime
ook Heroes? Of nee, Federation Force. Federation Force. Ach, pareltje. Och, Jezus. Nou, die mogen ze van mij apart op een mobiele Metroid game zetten, hoor. Want dat was niet... Geef ons gewoon een fatsoenlijke Metroid, jongens. Ja. Jij hebt de Switch nu. Geef me gewoon een mobiele Metroid die gewoon weer teruggaat naar Metroid Prime 1. Fuck yeah. Of Ten Avalanche. Wat is gebeurd met de studio? Breng het terug, Nintendo. Breng dingen terug. Kom op. Ik zou hem spelen. Wave Racer. Of hoe heette die? Wave Racer. Ja, ja. Die doet een belletje rinkelen. Ja, F-Zero mag ook terugkomen. Maar ja, oké. Okay, liever Ten Avalanche. Of Dr. Mario. Dr. Mario mag voor mij ook terugkomen. Een nieuwe Super Smash moet natuurlijk ook nog komen voor de Switch. Ja, nou, dat is natuurlijk gewoon de oude Super Smash. Tenminste, dat zijn de geruchten, hè? Dat gewoon de Wii U Super Smash is, net zoals Mario Kart. Ja, want goed, die heet ook gewoon Super Smash. Voor Wii U. En Super Smash voor 3DS. Dus maar dan kan je hem gewoon Super Smash voor Switch noemen. Klaar. Echt, done. Ik ga hem trademark aanvragen. Ja, snel, als je nu snel bent voor Nintendo. Ik dacht, je gaat voor Nintendo werken met je ideeën. Want je hebt een aantal goede ingrepen. Ik ben vandaag op dreef. Ja, je bent echt goed op dreef. Bruggetjes, bedrijfsadvies... Ja, echt. Neem deze jongen aan, mensen. Ja, waar wacht je op? Waar wacht je op? Bel nu! Gewoon jouw mobiele nummer gewoon passen. Nee, wacht. Als je wilt bellen, dan kan dat. Ja, we hebben wel een nummer staan, maar ik heb Skype nou niet geïnstalleerd staan op deze PC. Dus we kunnen helaas niet bellen. Je kan toch niet bellen. Ik doe nog even mijn laatste bruggetje naar het laatste bruggetje. Ja. Nee, maar goed, als je dan toch nog even Leon moet hebben. Je mag nou live in de chat of radio@gamersnet.nl of je mag ons tweeten of whatever. Hit ons op. Hij is te huur voor feesten en partijen. Ik doe veel, maar niet alles. Maar niet. Wow. Dat klonk wel een beetje alsof je onder rood licht staat. Ik doe veel bedrijfsadvies. Oké, ja. maar niet alle bedrijven. Oké, fijn dat die context erbij zit, want het klonk even heel fout. Ja, nee. Ik wil geen rare suggesties wekken. Ja. Oh. Leuke aflevering. Dit zit erop. Het zit erop. Dat was ons laatste nieuwtje. Hebben we nog iets wat we kwijt willen? Wil je nog mensen outcallen voor een Overwatch showdown? Of heb je nog iets van, ik heb nog een final thought die ik even door wil geven? Wat heb je in the works? Naast natuurlijk de review van de game Sniper Elite 4. Wat heb ik in the works? Komt er binnenkort van jou? Ik heb nog een andere game. En dat is Days of War, maar daar ben ik niet zo heel blij mee. Oké, maar dat komt binnenkort ook weer. Ja, dat is een game die net op Early Access is. Dus dat is nog niet zoveel. Oké, maar dan wordt dat een preview? Ja, ik dacht eerst ik ga een review schrijven, maar het wordt een preview. Wordt wel een preview. Het is nog niet het eindproduct. Het is zeg maar net zoiets. Het is zo'n Tweede Wereldoorlog shooter waar we het eerder over hadden. Oh ja. Maar er zijn nog maar 2 of 3 maps in. Drie maps. Jezus, het waren heel er eerst 4, maar ze moesten er eentje uithalen omdat die eigenlijk gewoon gekopieerd was uit de andere game. Oké. Nou, dat voorspelt niet heel veel goeds, maar nee, oké. Hou gamersnet.nl in de gaten. Ja, dat is mooi. Ik vind het wel een goede afsluiting van Gamers Radio, wat we allemaal in de works hebben. Dus deze voor review en een review van Sniper Elite 4. Die komen eraan. En dan gaan we binnenkort... aan mijn zijde... Ik wil Conan Exiles streamen, dus ik ga Conan Exiles proberen en dan ook voor een, niet review preview, maar ik wil eigenlijk een wat is ervan maken. De game die ik vandaag gespeeld heb, heb ik bakken aan gameplay van, dus daar gaat een gameplay video van verschijnen en dus een video review, of een video preview en een preview geschreven. Verder streams, ik moet nog een keer streamen Legio deze week. Legio Hardware, dat valt bij mij nou nog mee. Nee, er komt een harde schijf aan voor de Xbox One. Ik heb een harde schijf voor de Xbox One, die gaan we reviewen. En in Games of Gear behandelen en weggeven. En dat geldt ook als je nou PlayStation 4 gebruiker bent. Die precies van, waarom Xbox One? Ook een PlayStation 4 harde schijf kan we ook weggeven. Dus dat zit in de works. En nog een aantal andere dingen. Een externe. Het is een, voor Xbox is het een externe. HDD. En voor PlayStation 4 is het een interne SSHDD. Kijk, hoppatee. Interessant. En ook niet een beetje. Daar is gewoon de volle bam 2 terabyte. Voor beide trouwens. Voor beide 2 terabyte. Bam. Daar kan je even mee vooruit. Ja, daar kun je mee vooruit. Dus hou gamersnet.nl in de gaten. Die komen straks langs in Gamersnet Gear en geschreven review. En dus worden ook weggegeven en ook op social media. Dus je wordt ook uitgenodigd om ons te volgen op Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Dat was het. Ik denk dat er altijd meer is, maar dat is het. Hives. Ja, ooit. Snapchat. Snapchat. Net als met Instagram, dat we echt 3 jaar te laat op de hype inspringen. Nou, Instagram is een groot succes. Ja. Nou ja, de Gamersnet Instagram is een groot succes. We hebben meer volgers dan ik zelf, dus hey. Ja, dan is het al een succes. Ik heb tegenwoordig ook Instagram trouwens. Ik had zoiets van, fuck it, ik ga mee met de hype. Ik dacht 5 jaar te laat. Toen heb ik er 3 foto's opgezet en toen heb ik er nooit meer iets mee gedaan.
volg Leon. @Leon Volg mij en ik zet er een foto op. Dat vind ik een goed. Als je er één volger erbij ziet in je notifications, dan meteen een foto erop. Dan haal ik een foto uit mijn archief. Gewoon keiouwe. Throwback Tuesday. Precies. Nee, ja, volg ons. Leuk man. Instagram. Interactief. Leuk. We gaan er een einde aan breien. Er komt eten aan, dus wordt gezellig. Peter is etenwezen halen, dus we gaan op GNSQ gewoon bikken. Lekker man. Dit was Gamers.net Radio. Ik ga de outro-tuner in knallen. En dan vertellen we je hoe je ons nog kan volgen en zo. We hebben net ook al verteld, maar gaan we gewoon nog een keer doen. Dat is leuk man. Kom mee. Doen we. Dat is leuk. We zijn er klaar mee. Tot ziens dus, want we gaan naar huis toe. We gaan weer verder met een gamepje of twee. En stiekem zijn we ook best wel moe. Maar we zien jullie volgende week weer bij een nieuwe Gamersnet Radio. Het wordt een karwei, maar de week is zo weer voorbij. Voor je weet is er een nieuwe show. Nog drie minuten voordat ik stop. Ja, het houdt nu echt op. Maar check ons elke dag op gamersnet.nl. De week die vliegt voorbij en dan zie je ons weer snel. Nog drie minuten voordat ik kap. Dit is de laatste boodschap. Druk dus op die volgknop, ook al ben je doodop. We streamen bijna elke dag. Het is deze week wat minder geweest, maar ja, we streamen wel bijna elke dag. In ieder geval, we verzekeren 4 livestreams in de week op twitch.tv/gamersnet of gamersnet.nl/twitch. Kun je terecht. En dat zijn onze livestreams. Dus dan gaan we gewoon games spelen met jullie. Of praten met jullie. Of games radio doen met jullie. Dat is leuk. Leon streamt niet, ik wel. Ik moet nog een stream een keer inhalen, want ik heb deze week dus niet gedaan. Maar goed, dan kun je me volgen op Instagram en Twitter. En dan vertel ik je, ik ben nu live. Misschien doe ik dat wel helemaal niet, maar goed. Ja, loze beloftes, daar heb je ze. There you go. Nog twee minuten voordat ik stop. We houden er nu mee op. Hoe het ook zij, de week is zo weer voorbij. Nog een leven wachten en we blijven er dichtbij. Nog twee minuten voordat ik ga. We zijn er nu echt bijna. We zien jullie graag weer de volgende keer. De vraag is echter wanneer. En de vraag is niet zozeer wanneer, het is gewoon altijd. Want je kunt namelijk terecht op gamersnet.nl. Je mag zelfs terecht bij Leon op zijn Instagram. Hij heeft net beloofd er weer foto's op te zetten. en Twitter en zo. Facebook, YouTube. Gewoon zoek Gamersnet. En dan zijn wij dan. Waarschijnlijk. Ik verzeker niks. Maar doe dat. Stop nog, pak maar dicht die laptop, de koek is nu helemaal.